Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Julia en ik ga vandaag voor jullie een ander soort video opnemen. Ik wilde jullie eigenlijk een soort van live update geven. Omdat er wel een paar vragen kwamen over wat ik eigenlijk doe en wat ik volgend jaar ga doen. En ik wil nog even een mededeling doen over de komende video's. Ten eerste, ik heb 40.000, dus ik ben echt super blij. Bedankt allemaal voor het abonneren. Ik ben jullie echt super dankbaar. En ik hoop dat jullie mijn video's steeds leuker vinden. Want ik doe er steeds meer moeite voor om ze leuk te maken. Dus dat wat ik even gezegd heb. Laten we nu overgaan naar de dingen die ik wilde vertellen. Dit is geen gekke YouTube video van oh ik ga dit doen of ik ga dat doen of challenge. Dit is gewoon even een mededeling. Live update. Klaar. Ik heb een bikini hieronder aan. Ik ga zo meteen de zon leggen. Dit is al de vierde keer dat ik deze video opneem. Want ik kom elke keer niet aan mijn woorden. En ik heb er net een super oninteressant en ingewikkeld niet te volgen verhaal is. En ik heb hier een buisje, dus als je denkt, heb je naar. Ten eerste, misschien moet ik het een hoofdstuk indelen. Hoofdstuk 1. Woon ik thuis? Nee, hoofdstuk 1. Woon ik op mezelf? Dat was de vraag. Nee, ik woon niet op mezelf. Ik woon nog steeds bij mijn ouders. Ik ben het laatste kind dat nog thuis woont. Mijn broer en mijn zus zijn echt al lang uit huis. Ik heb trouwens een broer van bijna 28 en mijn zus is 25. Even dat jullie dat weten. Heel veel mensen weten niet dat ik een broer en een zus heb. Ik woon niet thuis. Ik snap dat het zo lijkt. Omdat ik eigenlijk nooit mijn ouders film en eigenlijk best wel vaak alleen thuis ben. Omdat zij gewoon overdag allebei werken. Wat voor mij heel chill is, want dan kan ik gewoon rustig video's opnemen en lekker mijn ding doen. En dan voelt het soms wel alsof ik alleen thuis woon. En ik doe inderdaad heel veel klusjes die je eigenlijk doet als je een eigen huis hebt. Maar omdat ik natuurlijk thuis woon, mijn ouders aan het werk zijn, ik veel meer tijd over heb, kan ik gewoon de afwasmachine vaker doen, was ophangen, wasmachine doen, badkamer schoonmaken. Zulke dingen, dus vandaar. Hoofdstuk 2. Oh ja, nee, wil ik op mezelf wonen? Ooit wel, maar ik weet nog niet waar, ik weet nog niet hoe, ik weet nog niet hoe ik het ga betalen en het is nog niet nodig. Dus oké, hoofdstuk 2. Wat ga ik volgend schooljaar doen? Ik ga volgend schooljaar gewoon lekker door met mijn tussenjaar en ik heb een beetje een soort van onzekere stem nu, heb ik het idee, maar het is ook ochtend. In ieder geval, ik ga volgend jaar nog lekker door met mijn tussenjaar. Ik wil ooit gaan studeren, omdat ik weet dat ik een goed stel hersens heb. Maar op dit moment ben ik nog jong, vrij, woon ik nog lekker thuis. Kan ik nog best wel veel dingen doen die ik wil doen. En ik wil dat eigenlijk gebruiken om gewoon dit door te blijven zetten. En te kijken hoe ver ik hiermee kan komen. Dus volgend jaar blijf ik lekker mijn tussenjaar doen. Ik ga me wel oriënteren in studies. Om te kijken van, goh, wat zou ik willen doen? Ook naar open dagen gaan, want ik weet het nu wel een beetje. Maar ik ben nog nooit naar de open dag van iets geweest of zo. Mijn idee is nu om media, informatie en communicatie te gaan doen aan de Hogeschool van Amsterdam. Maar ik moet me nog verder erin oriënteren. Dus dat is eigenlijk mijn hele plan. Ik wil gewoon weten, oké, als het niet lukt, wat wil ik gaan doen? En dan kan ik gewoon in één keer starten, snap je? Maar ik ga volgend jaar gewoon een dus lekker tussenjaar doen. Ik ga gewoon genieten van de vrijheid die ik heb qua video's maken, qua Instagram, qua... Als een bedrijf zegt, kan je nu naar Amsterdam komen? Of ja, ze zeggen dat niet, ze zeggen meer. Kan je over twee dagen naar Amsterdam komen? Of kan ik dit, kan ik dat? Ik hoef niet meer vrij te vragen van school. Wat voor mij vorig jaar best een groot issue was. Omdat mijn school niet echt mee wilde werken met dat ik gewoon wel eens weg moest. Dus dat heb ik nu niet. En daar wil ik gewoon nog eventjes langer voor gebruik van maken. Daarbij, ik ben nog 18. Ik word volgend schooljaar pas 19. Ik heb gewoon alle tijd van de wereld, dus... Ik geniet er ook gewoon heel erg van. Dus laten we lekker doorgaan daarmee. En ik hoop ook dat jullie dat leuk vinden. Want dan kan ik nog steeds heel veel video's maken. En ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik nu 2 video's per week aan het posten ben. Ik ben het aan het proberen. Als het echt fulltime lukt, dan ga ik dat ook in mijn banner zetten. Zo van die dag video. Maar ik vind dat nu gewoon te eng. Omdat ik weet dat ik me daar dan misschien niet aan ga houden of zo. Dus ik ben het aan het uitproberen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ik hoop dat ik daarna ook een soort van ritme vind dat ik meer video's kan gaan maken. Dus ik ben het steeds meer aan het uitbouwen. En daarom vind ik het ook zonde als ik dan nu opeens ga zeggen... Oké, het gaat steeds beter, Ik ga studeren, wacht even. Dus ik blijf lekker tussenjaar doen. Punt. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Daarbij wilde ik nog een mededeling doen over mijn video's de komende dagen. Deze video is nu online gekomen. Dan heb ik... komende maandag nog een weekvlog die online komt. Als het goed is komt er nog een extra vlog online of het zit in mijn weekvlog. Maar ik moet nog even kijken hoe dat is. Ik wil in ieder geval en een impactvideo nog online gooien. Dus er komen nog wel een paar video's aan. Ik ga jullie nog wel denk ik even laten weten hoe dat nou zit qua wat ik ga online ga gooien. Maar ik weet het nu nog niet zeker. Maar er komen nog video's aan. Alleen als ik op s'avonds ben ga ik niet editen. Dus dan... zijn er gewoon geen video's, maar waarschijnlijk plan ik er wel een paar in. Dus dan weten jullie dat. Er komt nog één weekvlog aan en dan 2 niet, denk ik.
Omdat het dan, zeg maar, ik ga echt op vakantie van donderdag tot donderdag. Dus ik kan net geen weekvlogs maken. Want er zijn er 2 halve weekvlogs. Maar ik ga wel video's op 's avonds maken. Dus ik hoop dat jullie dat vooral heel erg leuk vinden. Ik kijk heel erg naar uit om daar vet leuke video's te maken. Want ik bedoel, je bent in een ander land. Dus ik kan niet wachten. En dat is eigenlijk de planning. En daarna hoop ik dat ik gewoon weer lekker verder kan gaan met video's maken. Laat alvast in de reacties weten wat voor video's jullie willen zien. Want dan kan ik daarover nadenken. En dan kan ik naast Hamels gewoon lekker aan de bak. Ik hoop dat ik dan weer vet veel energie heb. Want ik kan echt niet meer aan mijn bed komen de laatste tijd. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik meer video's post de laatste tijd. En bedankt voor de 40.000 abonnees. Ik ben jullie echt super dankbaar. Ik hou echt van iedereen die me volgt en abonneert en super lieve reacties achterlaat. Dus ik hoop dat jullie deze video verhelderend vonden. Misschien wel leuk vonden om even te weten wat eigenlijk mijn plannen waren. En ik hoop dat ik jullie weer zie bij de volgende video. En vergeet niet te abonneren. Doei!